Goedemorgen allemaal. Welkom weer bij een nieuw broodje van de basisregistratie ondergrond. Namens het programma BZK heet ik jullie allemaal van harte welkom. Voordat we starten heb ik een paar praktische dingen. Ik wil jullie graag verzoeken allemaal de camera uit te houden en het geluid op mute. Dan is het een prettiger, rustiger beeld in het broodje. Dus graag camera uit. Mochten er vragen zijn, dan kunt u die stellen in de chat. Mijn collega's zitten klaar om die te beantwoorden of door te geven aan mij. De vragen worden of tijdens het broodje beantwoord of we kijken na afloop nog even wat is blijven staan. Verder is het wellicht fijn om te weten dat het broodje na afloop terug te kijken is. We nemen het op, dus je kunt daarna nog eventjes op je gemak alles teruglezen en bekijken. En de presentaties worden gedeeld. In dit broodje gaan we in gesprek met het waterschap De Dommel. En het thema is omdat elke druppel telt. Nou, mijn naam is Ernestine Honning van TNO. En ik wil graag een speciaal welkom heten aan de gasten van vandaag. Dat zijn Lonneke Schilte en Fons van Hout van waterschap De Dommel. En Erik Simmelink, mijn collega van TNO. Voordat we naar de sprekers gaan, wil ik jullie graag eerst een filmpje laten zien. Het filmpje is van waterschap De Dommel. En het gaat over grondwater en droogte. Hoe zit dat? Ik ga voor jullie het filmpje starten. Als het wekenlang niet regent en 30 graden is, ziet iedereen dat het droog is. Maar het grootste probleem van droogte is onzichtbaar. Dat zit onder de grond. Het grondwater in Brabant zakt namelijk steeds verder weg. Ook hier, onder mijn en jouw voeten. Grondwater is eigenlijk regenwater wat ooit de bodem in is gezakt, totdat het eigenlijk een laag tegenkomt waar het niet goed doorheen kan. Een maandje regen en water in de sloot betekent niet dat het grondwaterprobleem is opgelost. Hoe komt dat eigenlijk? Dat heeft te maken met regen en verdamping door klimaatverandering en door de mens. Hoe dat zit, ga ik je laten zien. Ten eerste regen. Regent het nu minder dan vroeger? Dat niet. Maar het regent wel anders. We hebben nu steeds meer te maken met lange periodes van droogte. Dan ineens vallen er enorme stortbuien en daarvan trekt maar weinig water in de bodem. Ten tweede de verdamping. Door klimaatverandering wordt het steeds warmer en door die hoge temperaturen verdampt er meer water. Daardoor zakt het grondwater nog sneller weg, zeker in de warme maanden. Ten derde, wij de mensen. Met z'n allen gebruiken we heel veel water, elke dag weer, om de tuin te sproeien, om te douchen, om een zwembad te vullen. En dat kraanwater wordt gewonnen uit diep Brabants grondwater. We gebruiken niet alleen veel water, we willen ook geen wateroverlast. Daarom zijn we gewend om het regenwater zo snel mogelijk af te voeren, het gebied uit. Zo gaat er opgeteld meer kostbaar grondwater uit dan we erin krijgen. En dat moet precies andersom. Elke druppel moet de grond in, zodat de grondwaterstand weer omhoog komt. Want elke druppel telt in het gebied van De Dommel. Ja, Lonneke, welkom. Dankjewel. Wij zagen jou net in het filmpje. En jij bent van waterschap De Dommel en je vertelt over droogte. Maar het is afgelopen tijd ontzettend nat geweest. Daar ga jij ons meer over vertellen, hoe dat zit. Dat klopt, ja. Ik zal mijn presentatie delen. Ja, dat is inderdaad de eerste vraag. Hè. Moeten we het nu over droogte hebben? Het is inderdaad afgelopen jaar ontzettend nat geweest. We hebben eigenlijk een record hoeveelheid neerslag gehad in 2023. Hier al wat beelden van december afgelopen jaar, hoe nat het overal was. En als we nu kijken, zien we eigenlijk nog steeds dat het grondwater goed op peil is en op veel plekken hoog is voor de tijd van het jaar. Op sommige plekken normaal voor de tijd van het jaar. Maar toch is het belangrijk om aandacht te blijven houden voor die droogte. Want juist door hoe ons gebied eigenlijk ligt, is het echt belangrijk om dat water toch waar mogelijk vast te houden. En zelfs zo'n nat 2023 geeft geen garantie dat we dit jaar niet met de droogte te maken kunnen gaan krijgen. En ik ga jullie uitleggen hoe dat zit. Nou, ik ga dus eerst vertellen hoe het zit met droogte, waarom dat inzicht nou belangrijk is, speciaal ook in ons gebied. Wat we zoal meten,
dan geef ik ook het woord aan mijn collega Fons van Hout, die jullie helemaal nog de diepte mee in gaat nemen voor onze meetnetten voor grondwater. Daarna vertel ik nog wat we dan kunnen zoal met die droogtedata en wat we nog missen. En uiteindelijk is er nog voldoende ruimte voor vragen en eventueel discussie aan het eind. Vragen mogen ook tussendoor via de chat, maar ja, dan kunnen we eventueel inbreken als het een vraag is die echt verduidelijkend is op de presentatie. En anders praat ik gewoon door. Nou, als ik kijk naar het gebied van de Dommel, waarom is de Dommel nou zo gevoelig voor droogte? Ja, de belangrijke reden is eigenlijk de hoogteligging. Veel mensen hebben wel gehoord van de hoge zandgronden in Nederland. Nou, daar zit het gebied van de Dommel, ligt ook op die hoge zandgronden. En door die hoge ligging zijn we echt afhankelijk van die neerslag. We hebben geen IJsselmeer zoals op sommige plekken in Nederland waar we water uit kunnen halen. Maar ook de rivieren, de Maas, bijna alles ligt lager dan ons gebied. En water stroomt nou eenmaal van boven naar beneden. En daarmee verliezen we wat dat betreft ook snel water en krijgen we het niet makkelijk ons gebied in. Die helling vanaf, zeg maar, dit is ook wel een beetje hier op de hoogtekaart te zien. Eigenlijk is hier het hoogste deel van ons gebied. En dan richting Den Bosch is uiteindelijk zo'n 40 meter zo'n beetje wat het afloopt. En waar we dus water eigenlijk van nature ons gebied uitstroomt. Daarnaast hebben we ook nog te maken met een zandbodem. Zand heeft eigenlijk de eigenschap om maar moeilijk water vast te houden en is daarom ook extra gevoelig voor droogte. In Brabant hebben we ontzettend veel kilometers watergang liggen. Eigenlijk is van oudsher alles ingericht dat het water zo snel mogelijk van A naar B gaat en het gebied kan verlaten. Ik heb een keer gelezen dat we in heel Brabant samen net zoveel kilometers slotenstelsel hebben liggen als de hele omtrek van de aarde. Ja, dan kun je wel nagaan dat water snel het gebied uitgaat als we niks doen. En zand heeft eigenlijk de eigenschap om maar... In Nederland gezien is Brabant eigenlijk de grootste onttrekker van grondwater. Bijna al het drinkwater in Brabant wordt uit het grondwater onttrokken. Dus alles wat we uit de kraan komt, komt uiteindelijk uit dat grondwater. En er zijn veel beregeningsputten, industrie, de bierbrouwerijen zitten ook niet voor niks. Allemaal hier in het zuiden, omdat hier zo'n mooi schoon grondwater is. Waar ze relatief weinig werk mee hebben om er goed bier van te maken. Maar ja, betekent wel dat er dus veel grondwater wordt onttrokken uit de Brabantse bodem. Nou, dat inzicht in die droogtedata is belangrijk, omdat we, als we dus kunnen zien wat de afname is in het bodemvocht. Als we zien hoe de grondwaterstand aan dalen is. Dan weten we ook wat er aan de hand is en kunnen we daar eventueel maatregelen op treffen. Het bijzondere bij droogte is ook dat de droogte eigenlijk zichzelf weer het effect versterkt. Hè, of wij mensen. Omdat als die droogte intreedt, dan gaan we meer drinkwater gebruiken. Hè, zwembaden vullen, noem maar op. Maar ook de landbouw gaat meer water verbruiken. Doordat ze moeten gaan beregenen om hun oogst veilig te stellen. En al dat onttrekken en die droogte die al aan de hand is. Uiteindelijk versnelt dat dus de droogval van beken. En het wegzakken van die grondwaterstand. En als we daar goed zicht op hebben, dan kunnen wij maatregelen treffen. Zoals bijvoorbeeld extra water vasthouden met stuwen. Eventueel beregeningsverboden instellen of vaarverboden. Maar ook bijvoorbeeld onze keringen. Die kunnen ook droogteschade krijgen. Hè, doordat het kan gaan scheuren en te droog wordt. Nou, daar kunnen wij dan goed gaan monitoren op het moment dat we inzicht hebben in de actuele droogtesituatie. Nou, we meten van alles. Hè. Eerst is eigenlijk meteo. We hebben bij de Dommel ook allerlei mogelijkheden om bij te houden. Wat zijn neerslagverwachtingen, maar ook verdamping. Het KNMI heeft altijd het bekende kaartje van het neerslagtekort wat hier staat. Dat is dus eigenlijk de neerslag minder verdamping. En op het moment dat de verdamping groter is dan de hoeveelheid neerslag, dan spreken we van een neerslagtekort. Nou, dit kaartje is dus uit 2022, nou, diep rode kleuren in Brabant, Limburg. Eigenlijk zie je hier ook een beetje de hoge zandgronden voor een deel in terug. Een neerslagtekort op plekken van meer dan 300 mm. Ja, dan is er echt iets aan de hand. En dan hebben we echt te maken met een forse droogte. In ieder geval, zoals we het noemen, meteorologische droogte. Nou, dat kan leiden tot allerlei problemen in de waterkwaliteit. Onder andere voor zuurstof, maar ook blauwalg problemen. Ja, hoe minder water er eigenlijk is, hoe groter de kans dat dat ook weer opwarmt, daardoor eerder vervuild raakt. Maar vooral betekent het ook iets voor de waterkwantiteit.
En zowel oppervlaktewaterstanden. En nou, dat meten wij. Wij meten voor een deel ook de onttrekkingen. Wij meten de oppervlaktewaterstanden. De debieten, dus dat is eigenlijk hoeveel kubus water er per seconde door een beek heen stroomt. En we meten dus de grondwaterstanden. En voor de metingen van de grondwaterstanden hebben we verschillende meetnetten. En daarvoor ga ik het woord geven aan mijn collega Fons. Ja, goedemorgen. Mijn naam is Fons Nout, meetnetbeheerder bij Waterschap de Dommel. En ik wil even wat gaan vertellen over de meetnetten waar wij gebruik van maken bij Waterschap de Dommel om meer inzicht te krijgen in het grondwater. We halen onze grondwatergegevens hoofdzakelijk uit 5 meetnetten. Dat is ons projectmeetnet. Het basismeetnet, het beleidsmeetnet verdroging, het primaire meetnet van de provincie en de gemeentelijke meetnetten. Als ik de volgende slide mag, Lonneke. Ja, dat ben ik aan het proberen, maar ik kom weer niet in de presentatie. Omdat ik hier in Teams mijn camera heb uitgezet, volgens mij, de microfoon. Even kijken. Toch maar even terug naar Teams. Ja, ja. Wacht. We wachten even geduldig af. Kijk, dat is jou. Dankjewel, Lonneke. Nou, dit is ons projectmeetnet. Hier zijn we eigenlijk als Dommel mee begonnen. Zoals je eigenlijk kunt zien, de groene staafjes zijn de pijlbuizen. Je kunt zien dat die eigenlijk in lijnvorming en geclusterd zijn aangelegd. Die clusters zijn over het algemeen natte natuurpaars of Natura 2000 gebieden. En de lijnvormen zijn de watergangen, de beekdalen, waar we beekherstel en andere maatregelen hebben uitgevoerd. Dit is een samengeraapt geheel. Ieder meetnet heeft zijn eigen meetperiode. Dus de ene draait 5 jaar, de andere meetnet draait 8 jaar. Dus het hangt eigenlijk als een beetje als loszand aan elkaar. Daar kan je niet echt op bouwen. Plus de meetnetten vertonen ook nog gaten. Hè? Dus ze zijn eigenlijk voor 90% in natuur geplaatst. En overig hebben we eigenlijk dan nog vrij veel missende data. Dat heeft ons geleid tot het aanleg van een basismeetnet. En dit kaartje laat op een gegeven moment zien. Het linkerkaartje is door Alterra begin jaren 2000 gemaakt. In opdracht van onze collega Mark van der Wouw. Die hebben door middel van een 1300-tal boringen op een gegeven moment gebieden vastgesteld. GRG, GVG en GLG. Ook langjarige gemiddelden. Paul Baggelaar is de ontwerper van ons basismeetnet. Nou, we hebben die kaart van Alterra als basis gebruikt. Erbovenop hebben we de afwateringsgebieden gelegd. En dat resulteerde dan in iets meer dan 400 deelgebiedjes. We hebben het basismeetnet verdeeld in natuur en agrarisch of overig gebied. Stedelijk gebied valt er buiten. We hebben gezegd als er een vierkante kilometer natuur of agrarisch aaneengesloten is, dan komt je in aanmerking voor een pijlbuis. Dat resulteerde erin dat we een basis hadden van 320 pijlbuizen. We hebben er een optie plus aan toegevoegd. We hebben gezegd op een gegeven moment als er 5 vierkante kilometer aaneengesloten natuur of agrarisch is, dan komt die in aanmerking voor een tweede pijlbuis. En dat resulteert er nu in dat we 380 pijlbuizen hebben. En ja, dan ziet het er zo uit. Kijk, en nu zie je dat het veel meer verspreid is. Met name ook met droogte, dan willen we veel meer informatie. Niet alleen van de natuur, maar ook van overig gebied. En nu heb je veel meer spreiding. Dit meetnet is wel echt gericht op het buitengebied. Dus natuur en overig gebied. Het stedelijk gebied valt er buiten. In 2009 is via de waterwet is op een gegeven moment besloten dat de waterschappen het phreatische grondwater in beeld moeten brengen. Dat is met name
doordat de stuwbeweging of de bemaling van gebieden invloed heeft op het freatische grondwater. En zodoende zijn we daarmee aan de slag gegaan. De volgende slide. Ook hebben we buiten het basismeetnet het beleidsmeetnet verdroging, Natura 2000. We hebben als waterschap de Dommel geluk dat we veel natuur hebben. We hebben een dikke 40 natte natuurparels en 5 Natura 2000 gebieden. Er wordt volop in gemeten, wordt ook steeds actueler om er kennis van te hebben. Dit doen we binnen Brabant, dus de provincie is hier trekker van en de waterschappen, dus aan de oostzijde waterschap A Maas en aan de westzijde Brabantse Delta, meten ook voor het meetnet. We hebben eenzelfde opzet, dus we meten dan in de betreffende natuurgebieden de kwetsbare soorten, de habitatten. En de provincie doet dan grondwaterkwaliteitsmetingen en die sturen ze weer op voor de kaderrichtlijn water. En wij als waterschappen staan eigenlijk aan de lat om de kwantiteit van het grondwater te meten. En zo krijgen we eigenlijk één geheel. In totaal hebben we voor die meetnetten een kleine 200 pijlbuizen staan. Dan hebben we het primaire meetnet van de provincie. Dat zijn deze pijlbuizen. Deze pijlbuizen die zijn over het grootste gedeelte ook dieper. Start meestal phreatisch en gaat dan dieper. De diepste ver, als ik weet, is tot 500 meter diep. En dan bij iedere grondwaterlaag heb je eigenlijk een apart filter. Dus die van 500 meter diep, die heeft 11 filters. En zo is eigenlijk de meetnet opgebouwd. Hier hebben we ook gebruik van gemaakt bij ons basismeetnet. Hebben we er ook gekozen van het provinciale meetnet. Dan hebben we al een meetgeschiedenis. Ook bij het basismeetnet hebben we trouwens ook gebruik gemaakt van projectpijlbuizen. Dat we op een gegeven moment toch informatie hebben van de geschiedenis. Tevens maken we ook nog gebruik van het provinciale of het primaire meetnet van andere meetdoelen. We hebben ook het beregeningsmeetnet grondwater binnen Brabant. En daar maken we ook gebruik van een derde deel van onze metingen in het Dommelgebied. Zijn primair van het primaire meetnet. Dus als er een pijlbui staat, of die nu van de provincie is, dan maakt dat niet zoveel uit. Als de data gewoon goed is, dan moet je die gewoon gebruiken. Dan moet je eigenlijk niet willen dat er nog een pijlbuis langs gezet wordt. De volgende. We doen ook nog de meetnetten aanleggen in bebouwd gebied of stedelijk gebied. Dat doet Brabant Water eigenlijk in opdracht van de gemeente. En wij ondersteunen Brabant Water, omdat we nu nog aangesloten zijn op de Hydronetportal, om de gegevens te ontsluiten naar de gemeente. Deze gemeenten die zijn ingericht en dit zijn wel offline metingen. Ze meten wel per uur, maar ze worden maar 2 keer per jaar uitgelezen. En dat heeft ook met name met de kosten te maken en ook het meetdoel. Voor de gemeente is het eigenlijk gewoon van belang om meer inzicht te krijgen van goh, als we nu een uitbreiding willen, waar zouden we die het beste kunnen maken? Gewoon ook qua grondwaterstanden. En als we waterberging aan willen leggen om verhard oppervlak af te koppelen, waar zouden we dat het beste kunnen doen? Ik adviseer daar ook de gemeentes over samen met mijn collega's. Dus dit is nog steeds groeiende. Als je nou naar het zuiden kijkt, Bergijk en Bladel zijn ondertussen ook aangesloten. Bokstel en Sint-Michielsgestel komen er ook nog aan. En dan hebben we ondertussen een 800 pijlbuizen ervoor staan. Samengeteld dan resulteert dat in de grondwatermetingen voor de Dommel. Het gebied wat gekaderd is, dat is het stroomgebied van de Dommel. En dan hebben we keuze uit ruim 2000 pijlbuizen waar we gegevens uit kunnen halen.
Dan de Brabant brede samenwerking. Binnen Brabant werken de drie waterschappen, dus de Dommel, Maas en Brabantse Delta, samen met de provincie en Brabant Water, vrij nauw samen. We komen ongeveer 4 keer per jaar bij elkaar en dan spreken we gewoon dingen door van ja, hoe meten we, hoe valideren we, dat we eigenlijk toch wel via eenzelfde manier van werken de metingen tot stand komen. Dat je straks geen appels met peren gaat vergelijken. We spreken ook dingen van de BRO of laten we een plaatje van een pijlbuis eruit zien. Hè? Dus we zouden kunnen werken met QR-codes om meer informatie van een pijlbuis te weten te komen. Ja, die dingen bespreken we eigenlijk allemaal. Ook grondwaterdata van de provincie, gemeente en Brabant Water gebruiken we voor onze meetdoelen. Wat ik straks al vertelde, onder andere een meetdoel is het beregeningsmeetnet uit grondwater voor beregening. 1/3 van onze pijlbuizen zijn provinciaal. Nu ook met de natte periode die we met onze jaarwisseling gehad hebben, nou, dat resulteert toch nog wel in wat klachten. En dan maken we ook dankbaar gebruik van de meetdata van de gemeente. Ook die meetnetten gewoon uit te lezen en om er informatie uit te halen. Ik vond dat is interessant, want er komen ondertussen ook wat vragen binnen in de chat. Ja. En die wil ik er toch alvast even ingooien. En geef gerust aan als die voor Lonneke zijn of als we er op later moment straks terugkomen. Er wordt bijvoorbeeld genoemd dat er een een soort blinde vlek is bij de gemeente Eindhoven. Ja. Dat valt natuurlijk heel erg op. Ja. Nou, het is zo. Brabant Water sluit een contract met een betreffende gemeente om het grondwatergedeelte te ontzorgen. Eindhoven is hier nog niet bij aangesloten. Dat is eigenlijk nagenoeg de enige gemeente. Ja, volgens mij best ook niet. Maar alle andere gemeenten zijn er wel bij aangesloten. Nou, het mooie van de BRO is dat je niet per se aangesloten hoeft te zijn bij Brabant Water om je metingen te presenteren. Met de BRO is het gewoon een verplichting voor ambtelijke organisaties om de metingen door te geven aan de BRO. En Eindhoven gaat ze ook aan de BRO leveren, dus daar kunnen we straks de metingen ook aan. Mm-hmm. Wat wel ons voordeel, of wat ik een voordeel vind met het adviseren van gemeentes, is dat de manier waar dat de metingen op stand komen, tot stand komen in stedelijk gebied. Hè? Dus werk je in driehoeksverbanden, rijverbanden, hoe zijn de gegevens gevalideerd? Dat we dat via een bepaald stramien doen bij Brabant Water. Dus dat die gemeentes waar ze tegen elkaar aankomen, dat je dan ook vrij goed een verbinding kan maken. Ik ga er wel vanuit dat natuurlijk Eindhoven ook wel bepaalde richtlijn hanteert om tot gegevens te komen. Moet trouwens ook wel voor de BRO. Ja. En even kijken, nog één kleine vraag tussendoor. De andere komen denk ik later ook terug, want dan gaan we weer terug naar het verhaal. Nemen jullie de meetpunten van natuurbeheerders mee? Ja, bij beleidsmeetnet verdroging en natte natuurpaders was voorheen dat een aantal partijen, treinbeheerende organisaties, samen met Brabant Water, provincie en waterschappen die metingen zouden doen. Op een gegeven moment hebben de treinbeheerende organisaties aangegeven dat ze liever de efforts ergens anders insteken. En die metingen hebben de waterschappen overgenomen. Dus voor het beleidsmeetnet verdroging Natura 2000 doen de waterschappen nu de metingen. Ja, ja, ja. Laten we vooral verder gaan, Fons. Ja, grondwaterdata, stappen, procesmatig, hoe komen we tot een product? Nou ja, als je de pijlbuizen hebt, dan kan je op een gegeven moment aan de hand van het meetdoel dat je na wil streven, kan je van metingen informatie maken. Ja, dat doe je dan eigenlijk van grondwatermetingen en door tijdreeksanalyses. Met verschillende pakketten kan je op een gegeven moment informatie krijgen. Dus dan kan je bandbreedte samenstellen. En dan kan je aan zo'n bandbreedte kan je een kleur geven. En dan kan je dan op een gegeven moment
kan je daar via kaarten kan je daar visualiseren. Dan komen we tot de laatste toekomst optimalisatie. Als eerste is eigenlijk wel mijn wens om binnen Brabant er naartoe te werken naar één grondwaterloket. In principe worden de metingen allemaal met belastinggeld betaald. En ja, het zal de burger eigenlijk een worst wezen hoe dat die metingen, door wie dat die gedaan worden, als ze maar goede metingen krijgen. En ik denk wel als de partijen die waar we in Brabant mee samenwerken, dat we dan wel tot een goed meetnet kunnen komen. Met name ook de provincie en Brabant Water voor het diepe gedeelte. En voor het freatische met de waterschappen en gemeentes. Kijk, als we daar zouden vertegenwoordigen en we zouden dan binnen Brabant één grondwaterloket hebben, dat zou wel een pre voor me zijn. Voor zelf, voor de Dommel, ook samen met Lonneke, voor onze beheerders, dat die toch wat meer grondwater gestuurd gaan werken. De kaart die ik al liet zien, die toonde ook deelstroomgebieden. We hebben ondertussen met het basis- en het beleidsmeetnet hebben we voldoende pijlbuis, meer dan 500. En dan zouden we op een gegeven moment kunnen zeggen met tijdreeksanalyses, die zouden we erin kunnen passen. En dan zouden we op een gegeven moment ook met bepaalde kleuren, met polygonen kunnen werken met beheerders waar hun eigenlijk goed ligt. Van, goh, het gebied, het grondwater droogt op. Want wat we nu bijvoorbeeld zien is dat je best veel plassen ziet, ook in natuur, waarin je ze eigenlijk nooit gezien hebt. Maar dat wil nog niet direct zeggen dat er grondwater is. Hè. Dat kan ook gewoon hangwater zijn. En dat besef moet er wel zijn. Ook bij de landbouw, als grondbewerkingen grond verslemt, dan komt er water op te staan. Maar dat wil niet zeggen dat grondwater is. En dan is de sturing van oppervlaktewater met stuwbediening, is dan wel goed dat je echt het grondwater te pakken hebt en niet de schijngrondwaterstand. Ja, heel veel data dus. Ik ben benieuwd, wat kunnen we daarmee, Lonneke? Ja, dankjewel. Het is al een groot verschil. Als je kijkt naar vroeger, dan hadden we eigenlijk dat grondwater nauwelijks in beeld. En toen hadden we ook wat meer een soort standaard pijlbeheer. Oké, in de zomer, daar hadden we dan wel een idee van. Dan is het wat droger, dus dan houden we water vast. En in de winter, dan zetten we die pijlen laag, want dan is er meer kans op wateroverlast en op veel water. Dus dan gaan die stuwen omlaag. En eigenlijk omdat dat grondwater steeds beter in beeld is gekomen, weten we ook beter wat er aan de hand is. En dat het soms ook zo is dat je al vroeg best wel lage grondwaterstanden hebt, omdat er bijvoorbeeld in de winter wat minder neerslag is gevallen. En dat je eigenlijk je droogteseizoen al met een lage grondwaterstand ingaat. En als je dat besef hebt, kun je ook beter realiseren, dan moeten we eigenlijk veel eerder al beginnen met het water vasthouden. En ook in de winter, juist als er wel veel water is, zorgen dat we dat we daarmee die grondwatervoorraad eigenlijk kunnen aanvullen. En dat dat zoveel mogelijk in de bodem kan trekken. Nou, dankzij al die data weten we dus zowel absoluut, hè, wat is de huidige grondwaterstand ten opzichte van NAP? Als waterschap dus vooral die ondiep, hè, dus phreatisch grondwater. Het grondwater wat je tegenkomt als je een groot gat zou graven in de bodem. En dat kunnen we in dit soort grafiekjes zien. En dan zie je ook hoe grillig eigenlijk dat patroon is. En hoe het normale zomer-winterritme is. En uiteindelijk is daar dus ook een bandbreedte aangehangen op basis van tijdreeksanalyse om te zien, oké, wanneer zit die grondwaterstand in het rood? Dus eigenlijk dat die heel laag is voor de tijd van het jaar, of juist in het donkerblauw heel nat voor de tijd van het jaar. En dat, ja, dat uitzicht dan in dit soort kaartjes, wat ons dus inzicht geeft van, nou, is het nou droog of nat voor de tijd van het jaar als je kijkt naar de grondwaterstand? En in Brabant baseren we bijvoorbeeld ook het beregeningsverbod op dit soort data. Dus als op 1 april in een deelgebied eigenlijk meer bolletjes rood zijn dan een andere kleur, dan zeggen we, nou, dan kleurt ook dat gebied eigenlijk rood. En dan kan ons bestuur besluiten om in dat deelgebied een extra aanvullend beregeningsverbod voor grasland in te stellen. Omdat we dan zeggen, ja, we moeten eigenlijk die voorraad niet te ver uitputten. En dat gaat ook bij Brabantse Delta en bij AMA's zo. Dus dat hebben we Brabant breed afgestemd, dat beleid. Nou, dat is een voorbeeld wat we dus doen met die grondwaterdata. Uiteindelijk kunnen we behalve de huidige situatie absoluut en relatief, kunnen we natuurlijk ook door langjarige metingen steeds meer een trend waarnemen. Nou, dit is een grafiekje
waarbij je eigenlijk de trend ziet dat vanaf de jaren 60 toch een beetje inderdaad een dalende trend is als het gaat om zowel de hoogste als de laagste als de gemiddelde grondwaterstand. Ja, en dat maakt ook dat we eigenlijk steeds vaker alarm slaan en zeggen, ja, er moet iets gebeuren. We moeten zorgen dat het weer in balans komt, hè? Dat hoeveelheid neerslag, hè, water wat we de bodem in laten trekken, dat dat weer in evenwicht en in balans is met het water wat we er eigenlijk aan onttrekken met z'n allen. Nou, we steeds meer, dan weten we, oké, wat is dan het huidige situatie? Maar we willen eigenlijk ook wat meer voorspellingen kunnen doen. Nou, dan wordt het al wat ingewikkelder. Maar we hebben inmiddels, hebben onze hydrologen wel met een tijdreeksanalyse voor een aantal meetpunten ook een voorspellingstool, zeg maar, gemaakt voor de grondwaterstand. En dat gebeurt dan op basis van KNMI-voorspellingen. Zowel de neerslag op de korte termijn, hè, dat kunnen we nog redelijk in het model stoppen, omdat we dat weten. Maar voor verder weg, stel je wil een maand vooruit kijken, ja, dan zegt eigenlijk de weersvoorspellingen zeggen niet meer zoveel. Dus dan wordt het eigenlijk aangevuld met verschillende scenario's. Ik zal die kaart even laten zien. Kijk, hier is dan die voorspelling kaart grondwater. En dan is het linker kaartje is eigenlijk het scenario droog. Ik heb nu vooruit geschoven naar 30 mei. Kijk, uiteindelijk kun je gewoon met dit schuifje kunnen we dan gewoon zien. Nou, en hoe zit het 26 juni? Nou, als het dus een droog weerscenario is, dan hebben we tegen die tijd ook al wel wat rode bolletjes. Dus echt lage grondwaterstanden en nog veel gemiddeld. Op het moment dat we een normaal of zelfs een nat scenario krijgen, nou zeker in het natte scenario, zie je eigenlijk dat al die grondwaterstanden onverminderd hoog blijven. En dat is ook wel logisch, omdat we nu al een natte uitgangssituatie hebben. Nou, als je dan ook nog uitgaat dat de komende maanden nat blijven, dan is het ook aannemelijk dat we daarmee hoge grondwaterstanden houden. Een ander voorbeeld van een kaart die gemaakt is op basis van het combineren van de diverse data is deze. Best wel ingewikkelde kaart als je hem ziet, bestaan uit allerlei bolletjes waar wij dus metingen hebben gedaan van de bodem. En daar is eigenlijk de bodem afgezet tegen de gemiddelde grondwaterstand. Om te zien welke van onze watergangen hebben nou eigenlijk een drainerende werking. En welke watergangen van ons hebben juist een infiltrerende werking. Eigenlijk als een watergang ondiep is en de bodem dus hoger ligt dan de gemiddelde grondwaterstand, nou, dan kan dat water dus infiltreren naar zijn omgeving. Op het moment dat een sloot behoorlijk diep is en lager ligt dan de gemiddelde grondwaterstand, ja, dan stroomt dat grondwater dus toe naar die betreffende watergang en werkt die eigenlijk drainerend. En dat zijn ook de plekken waar we zeggen, nou, daar kunnen we dus mooie maatregelen treffen om in het vervolg meer water vast te houden en om te proberen die drainerende werking te verminderen. Bijvoorbeeld door te verondiepen of een dammetje aan te leggen of wat dan ook. Om te zorgen dat ook op die plekken steeds meer dat water toch de tijd krijgt om gewoon de grond in te zakken en niet afgevoerd te worden richting de Maas. En Lonneke, dat bedoel je dus ook met het water bewaren. Dus op die manier kun je het water vasthouden. Klopt. Water vasthouden is wel, ik merk dat dat voor mensen die niet zo thuis zijn in het onderwerp, dat dat best lastig te bevatten is. Hè, van wat is nou water vasthouden? Sommige mensen hebben het idee, je kunt het ergens even parkeren en instoppen en dan bewaren voor later. Ja, dat werkt eigenlijk niet, omdat ons gebied dus ook hellend gebied is. Dus het water stroomt uiteindelijk vanzelf naar het laagste punt en verlaat ons gebied. Maar je kunt dat wel zoveel mogelijk vertragen. Hè, die afstroom van het water. Nou, dat kan bijvoorbeeld met stuwen, maar dat kan ook met begroeiing in de watergang. Als je dus een watergang ondieper maakt, hou je in die zin ook meer water vast. Omdat het gewoon meer de kans krijgt om naar de omgeving toe te infiltreren. In plaats van dat dat grondwater erin stroomt en wegstroomt. Dus dat zijn inderdaad allemaal maatregelen die we doen om zoveel mogelijk water in het gebied te houden. Ja, uiteindelijk gaat er wel, hè, want dat, ik merkte ook als er dan water, hè, als wij een stuw optrekken. Op het moment dat we die stuw optrekken, dan gaat er natuurlijk eventjes geen water meer overheen. Dan hebben mensen het idee, oh, nou ben je aan het vasthouden. Maar ja, er blijft natuurlijk water van bovenaf aangevoerd worden. Dus uiteindelijk gaat er na een paar seconden, gaat er gewoon weer water over die stuw. Maar dan nog ben je wel aan het conserveren, want je hebt hem dus, met die stuw hou je wel dat water zoveel mogelijk tegen. En je bent vooral een hoger peil aan het creëren, waardoor je dus weer meer kans hebt dat het naar de omgeving toe kan infiltreren.
Uiteindelijk zou het mooi zijn als we ook steeds meer, waar we nu dus al allerlei producten van hebben, maar steeds meer die data kunnen combineren. Zowel oppervlaktewater als grondwaterdata, eventueel ook nog met meteorologie en met hoe we op dit moment aan het sturen zijn. Want voor mij is het belangrijk om beheerders te kunnen helpen, zeg maar, in het goed sturen. Om te weten, stel het grondwater staat laag, de stuw staat hoog, maar het oppervlaktewater staat ook hoog. Dan zijn we dus water aan het conserveren. Als de grondwaterstand laag is en de stuw staat ook laag en het oppervlaktewaterpeil is ook laag, dan denk ik, hé, hier moeten we eigenlijk iets doen, want we zijn hier te veel water aan het laten weglopen. Hier moeten we eigenlijk meer gaan conserveren. Die stuw moet omhoog, zodat zowel het oppervlaktewater weer omhoog komt en hopelijk daarmee ook het grondwater. Hè? Die invloed is wel beperkt vanuit het oppervlaktewater. Maar toch, op het moment dat alles laag staat, ja, dan zijn we waarschijnlijk aan het draineren en juist grondwater aan het afvoeren, wat dan niet wenselijk is in deze situatie. Of juist dat we aan het afvoeren zijn, nou dat kan, hè. Afgelopen december was het gebied zo verzadigd en hè, de grond zat vol, de sloten zaten vol, het grondwater stond hoog. Ja, als het dan nog regent, en dat deed het, dan kunnen we niet anders dan dat water afvoeren, want als we dat niet zouden doen, zou alles onder water lopen. En op het moment dat we te maken hebben met droogte, dan kunnen we nog zoveel conserveren, kunnen alle stuwen hoog staan. Maar op het moment dat er gewoon geen water is en de regen blijft uit, dan hebben we dus te maken met droogte. En dan valt er ook geen water meer te conserveren, want dan, als een sloot droog is, dan kun je een stuw nog zo hoog zetten. Maar je houdt daarmee dan geen water vast op dat moment. Nou, het is eigenlijk vaak een wisselwerking. Hè. Ik heb wensen als droogtecoördinator om inzicht te hebben en om vooruit te kunnen kijken, om te kunnen sturen richting de beheerders. Ik maak die wensen kenbaar. De hydrologen die gaan dan vervolgens aan de slag. Die maken kaartjes. Dan zeg ik, oh ja, nou zie ik dat kaartje, maar nou mis ik toch nog eigenlijk een voorspelling of een vergelijking met zoveel jaar eerder. Of ik mis bijvoorbeeld verschillende klassen. Hè? Als ze dan bijvoorbeeld alleen maar rode en groene bolletjes hebben, dan denk ik, ja, maar nou weet ik nog niet hoe ernstig het is. En zo ga je eigenlijk door steeds dat gesprek aan te gaan en te blijven afstemmen, steeds meer tot producten komen, ja, waar ik mijn werk goed mee kan doen. En zodat zij niet iedere keer vragen krijgen en verzoeken, maar eigenlijk dingen al gestandardiseerd klaar hebben staan, waarvan ze weten dat we die als of beleidsadviseur of adviseur beheer, dat we die nodig hebben. En het is ook soms best lastig om daar keuzes in te maken. Als ik kijk naar die confettikaart die ik net al even liet zien, waar je ziet of de grondwaterstand hoog of laag is voor de tijd van het jaar, dan maakt het heel veel uit welke jaren je daarin stopt. En we hebben zowel kaarten die bijvoorbeeld 10 jaar terugkijken, maar steeds mee verschuiven. Hè? Dus steeds de afgelopen 10 jaar daarin meenemen. Ja, dan ga je op een gegeven moment zien dat er een ander beeld ontstaat. Omdat bijvoorbeeld als je kijkt naar 2018, 19, 20, allemaal droge jaren achter elkaar. Ja, die gaan dan eigenlijk heel zwaar meewegen in zo'n tijdreeks. En als je uitgaat van een vaste periode, dat je zegt, nou, we nemen een lange periode, 20 jaar, bijvoorbeeld 1990 tot en met 2018, ik noem maar wat. En je zegt, dat wordt de vaste periode waar we de grondwaterstanden aan gaan relateren. Dat is op zich ook een prima methode, want dan kun je het wel blijvend vergelijken wat er aan de hand is. Maar aan de andere kant denk ik, ja, als we dan op een gegeven moment inderdaad door klimaatverandering steeds drogere zomers krijgen, dan op een gegeven moment zijn die kaarten misschien permanent rood in het droogteseizoen, omdat het altijd ten opzichte van die vaste periode heel droog is voor de tijd van het jaar. En dan werkt zo'n kaart ook niet meer, want op het moment dat elke zomer al die bolletjes rood zijn, dan denkt iedereen, ja, dat is elk jaar zo, dus dat zegt niks. Dus dan, ja, dat zijn toch dingen om over na te denken van, wat zijn nou goede periodes om erin te stoppen en hoe gaan we daar tussentijds ook in bijsturen. Nou, ik merk ook onze hydrologen, die gebruiken dus ook zowel eigen data, maar ook data uit de BRO. En daarmee kunnen zij ons als adviseurs goed adviseren in wat slim is om te doen in het beheer, maar ook in bijvoorbeeld beleid, zoals het beregeningsbeleid. Wat we nog missen, wat mij betreft heb ik vaak behoefte aan meer inzicht in de interactie eigenlijk tussen dat diepere grondwater, wat in die diepere lagen zit, en echt die voorraad. En hoe gaat het eigenlijk met die grondwatervoorraad? En het ondiepe grondwater waar we als waterschap wat meer invloed op hebben met ons beleid en met ons peilbeheer.
En dat is best ingewikkeld, omdat die slecht doorlatende lagen, hier wordt het eigenlijk als een soort dichte laag getekend in het plaatje. Maar in werkelijkheid hebben we ook te maken met breuken en zitten er dus ook ja, eigenlijk openingen, waardoor er toch weer interactie is en er toch communicerende vaten zijn, hè, die verschillende lagen van het grondwater. En daar zou ik wel graag meer inzicht in willen hebben. En ook het grondwatergestuurd pijlbeheer, Fons noemde het al even. Ja, we willen eigenlijk steeds meer toe naar dat pijlbeheer echt relateren aan hoe zit het dan met het grondwater. Nu hebben veel beheerders het idee, nou als ik voldoende water, ik kan mijn waterpeil een tijdje verlagen, omdat bijvoorbeeld boeren het land op moeten in het voorjaar. Daarna zet ik mijn stuw weer omhoog, heb ik dat grondwater zo weer aangevuld, niks aan de hand. Maar ja, de vraag is, als zij die 3 weken dat pijl heel laag stond, of die 4 weken, als zij toen heel veel grondwater hebben afgevoerd uit het hoger gelegen gebied, ja, dan kan na een weekje de stuw omhoog dat oppervlaktewaterpeil wel weer op pijl zijn. Maar dat wil niet zeggen dat ook dat grondwater weer helemaal is aangevuld richting de flanken en de hoge koppen. En daar hebben we echt meer inzicht in nodig om te weten, hoe kunnen we daar nou het beste op sturen met ons pijlbeheer. Nou, concluderend, het is voor mijn werk heel belangrijk om inzicht te hebben in die bodem, die grondwaterstanden, de geomorfologie. En uiteindelijk is het ook belangrijk voor de toekomst en voor heel Nederland om dat inzicht steeds meer te hebben. En daar draagt de BRO ook aan bij, omdat daar alles mooi gebundeld is. Dankjewel, Monique. Ja, graag gedaan. Een heel verhaal. Ik wil ook graag eventjes mijn collega Erik Simmelink erbij halen. De Bro grondwaterexpert die bij TNO werkt. En, goedemorgen allemaal. Goedemorgen Erik. Erik, ik ben heel erg benieuwd. Hoe kijk jij tegen dit verhaal aan over droogte en waar waterschap de Dommel allemaal mee bezig is met de data? Nou, ik vind het allereerst een indrukwekkend verhaal. Indrukwekkend in de zin van dat je hier herkent dat hier een hele keten van, we beginnen bij data, vertaald naar informatieproducten en voorspellingsproducten, leidt tot goed adequaat beheer. Ik vind het ook indrukwekkend om te zien en bevestigd te krijgen dat dat ook altijd een zoektocht is. Lonneke liet dat in haar laatste deel van het verhaal liet dat duidelijk merken. Hè. Het is geen simpel, het is een complex systeem, zo'n grondwatersysteem. En eigenlijk is het onderdeel van het hele watersysteem. Dus het hele watersysteem in Nederland. Nou, dat vatten we vandaag de dag samen in water- en bodemsturend. Je ziet hier hoe complex dat is en welke actoren en welke invloeden en welke parameters er allemaal bij komen kijken. En ik vind het indrukwekkend om te zien wat er in Brabant al gebeurt. Zonder andere regio's tekort te doen, want daar zal ook ongetwijfeld soortgelijke ontwikkelingen zijn. Maar ik vind dit een mooi voorbeeld van de samenwerking die wordt gezocht met andere waterschappen, met de provincies, met de natuurbeheerders, met andere gemeentes. En dat is eigenlijk ook natuurlijk waar die basisregistratie ondergrond voor dient en ook voor is opgezet. Hè? Eenvoudig inwinnen, meervoudig gebruik en ook de samenwerking daarin zoeken. Nogmaals samenvatten, ik vind het een indrukwekkend verhaal. En waar ik eigenlijk ook nog wel benieuwd naar ben, is dat is dan eventjes ook specifiek voor Lonneke. Dat is een vraag die binnengekomen is vooraf. Kun je iets zeggen over de afstemming van de gemeente en de waterschap en de financiering van grondwatermeetnetten? Dat is denk ik eentje van Fons. Fons? Ja. Het is zo dat onze collega's van externe planvorming, dus onze stedelijk watermensen, die zijn meestal in contact met gemeentes. Een gemeente die geeft op een gegeven moment aan of ze behoefte hebben aan ontzorging van grondwatergegevens, van het verjaardje. Met die waterwet wat ik aanhaalde, is een gemeente voor bebouwd gebied, heeft die de plicht om de burgers inzicht te geven in het grondwater. Nou, is een bebouwd gebied is anders als overig gebied, waar we als waterschappen voor staan. Meestal is bebouwd gebied verhard en geroerde grond. En dus Brabant Water die zegt van nou, wij gaan jullie samen met een ingenieursbureau gaan wij jullie ontzorgen.
En daar helpen we als Dommel helpen we daaraan mee. Van, wij adviseren zo'n gemeente. En aan de hand van de hoeveelheid meetpunten die gemaakt worden. En ja, hoe vaak ga je ze uitlezen. Je kan bijvoorbeeld ook kiezen voor online metingen als je dat wil. En aan de hand daarvan krijg je een prijs. En dat is meestal een contract van een jaar of 5. Die gesloten wordt met een betreffende gemeente. En de hoeveelheid pijlbuizen en hoe dat je het inricht, ja, aan de hand daarvan is de prijs. Ja, dus daardoor verschillen de meetnetten bij gemeentes ook heel erg. De ene heeft wat meer meetpunten, de ander minder. Ja. Dat zijn dus keuzes die daar gemaakt worden. Ja, de ene gemeente heeft meer behoefte aan meetpunten dan een andere. Kijk, als je een vrij homogeen bebouwd gebied hebt van ja, en er gebeurt niet zo heel veel, ja, dan kan je het wel volzetten met pijlbuizen, maar dan draagt dat ook niet zo heel veel bij. Mm-hmm. Ja. Misschien kan ik hier ook zeggen, een brugje maken naar een paar vragen die er werden gesteld. Ja, hè? Graag, Erik. Het gat bij Eindhoven werd al gesignaleerd door een van de mensen in de chat. En toen we de presentatie voorbereiden, zagen we dat ook al. En ik denk dat daar, hè, los van zeggen het scenario wat Fons schetst, maar ik denk dat daar ook de BRO natuurlijk wel een stukje extra invulling kan gaan geven. Want die gegevens die zitten in de BRO. De gemeente Eindhoven heeft een eigen net. Dat hebben ze via een andere partij hebben ze dat in beheer. Dus het gaat buiten deze ontzorgende partij van Brabant Water. Maar die gegevens zijn er wel. En die zitten natuurlijk in de BRO. En die kun je aantappen aan de BRO. En dat is natuurlijk ook de bedoeling. Hè? De wet vraagt bestuursorganen om de BRO te gebruiken. Als dat noodzakelijk is. En dit is natuurlijk een mooie invulling daarvan. Als je die gegevens in je informatieproducten, je portalen en je voorspellingsmodellen gaat opnemen. Dan heb je daar dat gat gevuld. En natuurlijk vergt dat nog weer overleg en nadenken van zijn die gegevens dan geschikt genoeg? Hè? Staan ze op de goede plek, et cetera? Maar in ieder geval is dat wel een mooi voorbeeld van de potentie die BRO geeft. Nogmaals, bij Brabant is natuurlijk al voor, los van de BRO, is die samenwerking met al die andere partijen is gezocht. Hè? Dus daar loop je eigenlijk voor. Maar je ziet hier wel de potentie van de BRO en het gebruiken van elkaars gegevens terugkomen. Andere vraag die mijn collega Willem-Jan stelde over grondwatermonitoringnetten, de meetnetten zoals Frans ze schetste, zit die dan ook geïdentificeerd als grondwatermonitoringnet? Hè? Want dat is een relatief nieuw stukje gegeven wat we in de BRO hebben staan, hebben gedefinieerd met z'n allen. Zit die nu ook als monitoringnet in de BRO? Ik denk, Frans, dat het antwoord op dit moment nog nee is, maar dat zal ongetwijfeld in de komende tijd. Die hele samenhang van meetpunten, wat eigenlijk het doel is om die monitoringnetten in de BRO te registreren, zodat je dat ook als gebruiker kunt herkennen, dat soort dingen natuurlijk wel gaan gebeuren. Ja. Dat zal nu nog wat, daar zijn we met z'n allen, merk ik wel, in heel Nederland, zijn we mee aan het stoeien, om goed te definiëren van welk meetpunt nou wel bij welk meetnet hoort. Je kunt ook één meetnet of één meetpunt aanmelden bij verschillende meetpunten. En verschillende meetnetten bedoel ik. Dat is de exercitie waar we nu voor staan. Om die scherpte aan te brengen in welke pijlbuis en welk filter. In welk meetnet en welk monitoring wordt gebruikt. Ik vind hem wel heel belangrijk. We zijn er momenteel toch wel druk mee bezig. Want de ene pijlbuis is de andere niet. De ene, dat heeft ook met te maken met wat voor meedoel dat die gezet is. Daar hebben we destijds met het ontwerp van de BRO al over gehad. Anders ga je appels met peren vergelijken en dat moet je niet doen. Kijk, als je een pijlbuis zet voor het beleidsmeetnet verdroging midden in een natuurgebied, dat is anders dan dat je er een in een agrarisch gebied zet. En vandaar is het eigenlijk wel belangrijk dat die duiding van waarvoor is dat meet of die pijlbuis gezet, dat er wel goed omschreven wordt. Als je de informatie wil. En daarmee bevestig je eigenlijk de noodzaak om dat goed vast te leggen. Want dat hebben we met attributen als monitoringdoel hebben we dat natuurlijk ook beoogd in die standaard. Zonder verder in details te treden. Maar dat is denk ik het antwoord. Het is beoogd om te gaan doen. Maar het is op dit moment nog niet het geval. En we zien dat dat eigenlijk bij heel veel hydrologen in Nederland en meetnetbeheerders nu de volle aandacht heeft. Ja. En we zijn er volop mee bezig. Ja. Lonneke, je hebt aangegeven van hoe je een beetje werkt. Hè? Die wisselwerking samen met
de collega's die alle data bij jou aanleveren. Hè, dan een soort vraag en antwoord van nou, wat heb je nodig? Wat heb je nodig om dat beleid te maken? Je hebt aangegeven van wat je nog mist. En hoe kan de bro hierin helpen? Nou, dat vind ik best moeilijk in te schatten. Omdat ik merk dat het vooral... Kijk, ik hang daarvoor een beetje op de expertise van onze hydrologen. En de hydrologen die geven ook aan... Wij hebben die data uit de bro daarvoor nodig. Hè? Mm-hmm. En voor mij gebeurt dat een beetje achter de schermen. Want ik ben gewoon blij met de eindproducten die ik zie. Ja, en ik wil me ook niet al te veel verdiepen in alle ingewikkelde... Hè? Voor mij is dat toch een beetje een black box wat zij er allemaal in stoppen. Maar uiteindelijk door dat gesprek aan te gaan... Kom je er wel steeds meer achter. Want ik denk gewoon, oh, ik wil iets, hop, klaar, simpel. Maar dan gaan mm-hmm. zij vragen stellen. Hè? Van, ja, maar wil je dat op basis van een dag gemiddeld, of een uur gemiddeld, of een week gemiddeld? En, oh ja, dan denk ik dan, goede vraag, heb ik nog niet over nagedacht. Juist omdat ik niet zelf zo in die data zit, maar vooral in die informatie ja. eruit komt. En voor de hydrologen is het dan heel makkelijk, als zij weten, hè, op één centrale locatie, dat ze heel veel van die data eigenlijk op kunnen halen. En daaruit die informatie kunnen genereren die ik nodig mm-hmm. heb. Ja, misschien mag ik daar wat op aanvullen. Dit toont maar weer hoe belangrijk die waardeketen is. Hè? Want Lonneke zit verderop in die waardeketen. Hè? Dus als beleidsadviseur geeft die richting aan de spelregels hoe men moet omgaan met stuwen en dat soort dingen. Juist die hydroloog is, hè, die de informatieproducten maakt, die is eigenlijk op zoek naar hoe kan ik die, welke gegevens heb ik nodig en hoe kan ik ze gebruiken. En je ziet het al een beetje doorschemeren in deze presentatie, want hè, die hydrologische eenhedenkaart die is gebruikt voor het meetentontwerp. Ja, daar zit de wereld van Altera achter. Dat zit nu in de bro, dat is de bodemkaart en misschien is de morfologie daarvoor gebruikt. Dat zijn nu bro-producten die dus bij het meetnetontwerp worden gebruikt. En dat hebben we vaak niet eens door als we zeggen wat meer hoger in die waardeketen zit. Maar dat is de essentiële informatie die nodig is inderdaad voor een hydroloog of een meetnetbeheerder. Om samen met de experts op dat gebied, bodemkaart, geldt natuurlijk ook voor het Regis ondergrondmodel. Waar de grondwatermodellen mee worden gevoed. Geotop is er nu, de lithologische opbouw van de ondergrond, is een stochastisch model. Dus het is een statistisch model, simpel gezegd. Dus dan moet je weten hoe je dat moet gebruiken, wat erachter zit, om die informatie op een goede manier te kunnen duiden. Ik kwam net ook in de chat al wel langs. Hè. Vanuit Almere is het natuurlijk de nodige ervaring om Geotop te gebruiken. Als je Geotop, de voksel van Geotop, kunt vullen met hydraulische parameters, ja, dan ben je alweer een stuk verder. Daar zijn we vanuit TNO onder andere druk mee bezig nu. Dat is niet van de een op de andere dag zo vastgesteld, maar dat zijn allemaal voorspellingen. Allemaal te maken met onzekerheden. Hoe ga je dat dan vertalen? Maar dat zijn wel allemaal ontwikkelingen die in de pijplijn zitten om steeds beter zicht te krijgen op de ondergrond, opbouw van de ondergrond en de onzekerheden die daarin bestaan en ook hoe je daarmee moet omgaan. En dat is die voortdurende wisselwerking tussen de experts van de data, de experts van de ondergrondmodellen, de experts van die de stroming en de tijdreeksanalyses doen. En dat is nogmaals mooi om te zien hoe dat in jullie geval goed gaat. Ja, en je hebt dan dus de expertise en de kennis van de ondergrond ook heel erg nodig. Ja. En wat Fons, die noemde het op een gegeven moment hangende water. Dat vond ik wel een mooie term, was nieuw voor mij. En Erik, je hebt het ook wel eens over oppervlaktewater, maar dat zit dan niet in de bro. En hoe zit het dan met dat oppervlaktestuk? Nee, dat is natuurlijk. We pretenderen natuurlijk niet dat de bro op alles een antwoord heeft. Omdat de scope van de bro is ondergrond. Dus op het moment dat het water zich niet tussen de zandkorrels of de kleikorrels bevindt, dan noemen we dat oppervlaktewater. En oppervlaktewater valt buiten de bro. Dus vanuit de scope waar wij ons in dit geval mee bezighouden, zie je dat we al een behoorlijk stuk invulling geven aan de behoeftes die er is. Maar het laat onverlet dat, wat Lonneke ook al aangaf, dat er allerlei andere soorten data zijn die niet in de bro vallen. Onttrekkingsgegevens overigens wel, dat was ik bijna vergeten, dat wil ik ook nog wel even noemen. Die onttrekkingsgegevens die zitten nu ook in de bro. Is ook nu in de periode dat de verschillende bestuursorganen die gegevens aan het vullen zijn via het Landelijk Grondwaterregister. Dat is nog allemaal niet af. Dus dat moet ook allemaal groeien. Dat heeft ook wel zijn tijd nodig. Maar de bedoeling is ook dat die onttrekkingsgegevens ook straks in de bro zitten. Zodat je die ook met z'n allen kunt gaan gebruiken. Maar oppervlaktewatergegevens, dat is dan net zo'n stuk wat niet in de basisregistratie ondergrond zit.
Er is ook geen basisregistratie oppervlaktewater of iets dergelijks. Hè. Andere basisregistraties die meer met de bovengrond werken. Oppervlaktewater zit daar niet in. Maar er is wel vanuit het ministerie is er inmiddels een visie en een programma ontstaan. Zicht op Nederland. Waarbij er duidelijk een doorzicht is van een datafundament. Waarbij alle basisregistraties en misschien ook andere kernregistraties. Een beter fundament gaan vormen voor die hele informatieketens. En Zicht op Nederland geeft denk ik mogelijkheden om ook betere aandacht te geven dan aan de oppervlaktewatergegevens. Zowel de standen als de debieten. Bij Rijkswaterstaat zitten bij de verschillende waterschappen. Soms zijn het ook al wel samenwerkingsverbanden waarin die gegevens worden beheerd. Maar ook daar de nodige harmonisatie zoeken is denk ik in dat hele Zicht op Nederland verhaal met dat datafundament wat daar een belangrijke actielijn is. Is wel een mooi streven om naast die ondergrondgegevens ook bijvoorbeeld die oppervlaktewatergegevens een goede plek te geven. Ja, en er was ook een gemeente die zei van hoe zit het nou met een meetnet? Wat is de ervaring van andere gemeentes? Van, is het nou slim om dat zelf te gaan meten of dat je dat moet gaan uitbesteden? Ik weet niet echt of dat een vraag is voor een van jullie specifiek fonds. Kun jij daar wellicht iets over zeggen? Of? Nou, ik zou willen adviseren, ga voor het laatste. Besteed het uit. Het zelf meten kan. Bij de Dommel doen we het nog steeds, maar we zijn nu ook met een aannemer aan de slag. Ik denk dat het voor een gemeente en ook een waterschap of een overheidsinstantie is om meer met de metingen aan de slag te gaan dan de metingen eigenlijk van grondwater uit de grond te krijgen, want er komt heel veel bij kijken. Telemetrie, storingen, noem maar op. Dat is toch een vak apart. Mm-hmm. En het gaat eigenlijk de overheid over de metingen van wat doet de grondwaterstand, in mijn geval. En dat die op een goede manier tot stand komt, is oké. Okay, maar ik zou er niet zelf vlug aan beginnen. Nee. Goed om te weten, Fons. Ondertussen is er nog een link in de chat gezet van voor het oppervlaktewater, informatie daarover. Nederlands Hydrologisch Instrumentarium. Kom ik ook nog even een beetje een bruggetje ook naar de klimaatadaptatie. Want stel je wil een sponsbodem krijgen of je wil water vasthouden. Kan de bro daar dan bij helpen? In hoeverre is dat mogelijk? Erik, heb jij daar een idee over? Of zit het toch wat complexer in elkaar? Kan de bro helpen bij die sponsweer? Ik denk dat dat een vraag is die Fons en Lonneke zouden kunnen beantwoorden. Dat verbetert. Ja. Fons heeft het al een beetje over gehad, over het dichtgereden gronden en dat soort dingen. Dat is natuurlijk ook een complex verhaal, maar Fons, misschien dat je daar nog een keer kunt doen. Ja, met de opzet van een gemeentelijk meetnet gaan we gewoon kijken van hoe zit zo'n bebouwd gebied in elkaar en waar hebben we goede locaties met een K-waarde, zoals ze dat noemen, goed doorlatend. Waar zijn die? En op die plekken kan je bewijzen van afgekoppeld hemelwater weer laten infiltreren. En mede zo'n meetnet, die kijkt er ook naar. Van, het is niet alleen hoe gedraagt de bodem zich, maar ook van waar zien we kansen voor infiltratie. Want als je een leempakket hebt, dan is het heel mooi dat je daar een waterberging gaat maken, een retentie. Maar dan gaat die niet naar beneden. Dus die dingen nemen we wel allemaal mee. Ja, dus daar kijk jij naar. Daar kijken we naar. Heel goed. Ik kijk even nog naar andere vragen. Er werd aan het begin nog een opmerking gemaakt door Marcel Timmermans over een bro grondwatermodel. Misschien is dat even denk ik goed om dat te bespreken. In ieder geval te reageren op. Een bro grondwatermodel, daar is geen sprake van. Hè. In de bro zit als authentiek model zit het regelsmodel wat een beschrijving geeft van de hydrogeologische opbouw. Hè. Maar de berekeningen die daar worden gemaakt als in grondwaterdynamiek, hè, grondwaterstromingen, voorspellingen ten aanzien van grondwaterpotentialen, dat is geen onderdeel van de bro. Dat is wel onderdeel van, wat collega Willem-Jan net aangaf in de chat, het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium. Hè. Dat is een landelijk grondwatermodel.
En er zijn ook diverse regionale grondwatermodellen waarmee voorspellingen worden gedaan ten aanzien van grondwaterstromingen. Maar dat zijn eigenlijk berekeningen, voorspellingen die dusdanig veel inputparameters hebben, dat niet tot het authentieke deel van de bro behoort. En dat is nou juist wel iets wat aandacht waarschijnlijk wat gaat krijgen in dat Zicht op Nederland verhaal, waarbij die informatieproducten die er zijn, bijvoorbeeld zo'n voorspellingsmodel, dat die mogelijk daar ook wel een plek gaan krijgen, maar dan niet onder een authentiek karakter. Hè. Dus dan vallen ze niet onder een wettelijke plicht voor aanlevering en gebruik, maar dan worden ze wel centraal gedeeld. Dus daar zijn wel gedacht over om die ook centraal te gaan afsluiten onder dat fundament. Ja, maar je hebt wel het model grondwaterspiegeldiepte. Je hebt wel het grondwaterspiegeldieptemodel. Dat is een specifiek grondwatersmodel van Wageningen. En misschien werd dat ook geduid. Daar vallen dus stedelijke gebieden vallen daar buiten. Dat grondwaterspiegeldieptemodel, dat is eigenlijk afkomstig, gebaseerd op de grondwaterstandsmetingen die Altera zelf uitvoert. Vroeger werd daarmee de grondwatertrappenkaart gevoerd. Die zit daar ook, is daar ook onderdeel van. En die meten niet in stedelijke gebieden. Dus vandaar dat daar de witte vlekken in zitten in de stedelijke gebieden. Dat klopt. Genoeg nog om nog een keertje over verder door te praten. Het hele grondwaterthema en de diepte en kennis van de ondergrond. Ik ga nu afsluiten, want we zijn alweer door de tijd heen. Maar ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie presentaties en inbreng bij dit broodje. Dank ook collega's die op de achtergrond mee hebben geholpen bij de organisatie. Ik wens jullie een hele fijne dag. Het broodje is binnenkort terug te kijken. Heb je nog vragen over dit onderwerp? Stel ze aan de service desk. En graag tot de volgende keer. Op 16 mei is er weer een broodje. En dan gaan we naar het broloket. Dankjewel allemaal. Een fijne dag.